Meestal gaat het vanzelf. De volgende. En soms zelfs per ongeluk. Maar een kind maken is niet altijd kinderspel. En dan kom je hier bij mij terecht. En dan lossen we het anders op. Zo, u gaat zonder narcose. En indien de punctie is geslaagd, dan dient meneer zijn spermastaal af te leveren. Nee, ook dat gaat niet altijd vanzelf. Tja, je kan geen omelet maken zonder eieren te breken, hè? Wacht nou even in de auto. Ja? Een uurtje. Weet je zeker? Want het is hier al echt zombie een beetje. Nee. Oh, wat is dat? Hier zijn zwemmers zullen wel goed zijn, zeker? Heb je me? Ja. Huh? Ja, goed. Verder nog iets? Oh, jongens, doe alsjeblieft nog een dat iemand duurde, zeg. Oh, ik kom hier al op de kalm. Straks kom je niet leeg, hè? Oh. Kom, stik je lang. Ik kan dat zelf ook wel opruimen. Ja. Sorry hoor. Ik wil alleen maar helpen. Alleen maar retour, jong. Kom. Hier in de zwemmer is genoeg, hè, man. Hé. Hey. Mevrouw van der Plaatsen, meneer de Brabanderen. Warm, dat weet ik. Nou, dat ziet er maar nog glad uit, hè? Ja, het is een IMO-makelaar. Die Charles hebben meestal meer verborgen breken dan hun huis, hè? Ja. Allee. Oh, nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Dat geloof ik niet. Allee, dat is niet echt. Oh. Ah, maar dat vind ik al iets anders, hè. Precies. Mm-hmm. Hela. Ja, vast inkomen. Humor, ook niet onbelangrijk. Sportief ook. Sportief? Charmant, precies. Mm-hmm. Hola, zeker. Iets een match, of wat? Mag je nog een streekbierje nemen? Ja. Ah, nee. Wacht, nee, sorry. Stel dat je nu denkt van, oh ja, dat is een gemakkelijke van een keer een avondje erop en erover. Echt vergeet het, hè. Nee, ik heb echt de laatste tijd veel te veel gasten gehad die zich dan zo in één keer toch niet wilden binden. Of, allee, eerst wel kinderen en dan nee, geen kinderen. En ik wil er graag... Allee, ik bedoel, ik wil ook gewoon rustig daten en samenwonen. En, maar ik, ja, ik zeg dat liever nee. Ik wil echt graag kindjes. Minstens twee, drie, misschien zelfs vier. Allee, nee, geen vier, want dan moeten we weer een andere auto kopen. Ja, een brek, hè. Een brek. Met een extra zoeken vannacht. Of een SUV, met een optie voor extra kofferruimte. Okay. Maar ja, ik wil ook kinderen, hè. Ja, het is dat wat ik wil zeggen, feitelijk. Hoe meer, hoe liever. De camionchauffeur, zijn er dan veel weg? Dit is in Binnenland, feitelijk. En van waar zit je? Aan de kant van Kemmerzijk. Echt? Van Kemmerzijk? Ja. Ah, dat is keigoed. Allee, dat is handig, dan moet je niet door een tunnel. Ja. Ze maken het altijd moeilijker tegenwoordig. Het is ook een beetje lang geleden, feitelijk. En van waar zit je? Op een Ruud en Bruin, maar eigenlijk boeren in Wachterbeek. Wachterbeek? Dat is goed. Ja. En zo blij. Ik ga niet voor die Nemo Charles zeggen. Sorry. Amai, ik verschoot even. Ik heb dat precies nog nooit gezien. Op de voetbal noemen ze mij Banaconda. Van Bert en... Ja, ik weet wel. Hè.
een beetje verrijd is. Ja. Het is voor mij ook wel lang geleden. Ja. Kijk om na, zegt hij. Oh god. Dat is een beetje. Ik ben een beetje. Was hier ben ik opgegroeid. Ja. Dat is een opmerkelijke ander. Ah ja, nee, de schouw. Ja, nee, maar die kan er eventueel uit. Maar ik had die eruit, ik zou het zo zeggen. En dat is de badkamer, zo? Wat kan ook direct niet in badkamer steken. Ja, we zouden misschien beter direct niet op badkamer steken. Wat? Ik kan dat, hè? Oh. Hela. Heel goed. Wat denk je van Kevin? Huh? Of Romelu? Nee. Eden? Torga? Raja? 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 Of Thibaut? Nee, niks van. Thibaut? Nee, het had toch zeker een meisje zijn. Nee? Stella. Stella? Mm-hmm. Stella? Mm-hmm. Pas op, ze wapen. Oh, mijn vent. Ja, pas op, want je zit hier rond. Ja, maar ik weet, maar pas op. Oh, pas op, want je zit hier rond. Chance met weer, dat weet ik. Dat is al de regen voorspelling en kijkt. Het zou zeggen dat ik te oud ben. Jawel, dat ik te oud ben, dat ik veel te lang gewacht heb en dat niet meer gaat lukken. Maar nee. Jawel, vanaf 35 jaar zijn ze hier al geriatrische zwangerschap. Ik ben gewoon mega bejaard in die droom. Nee, dat komt goed, poepie. Echt. Beloofd. De testresultaten van mevrouw van der Plaatse, Kirstie. Voorgeschiedenis. 12 maanden poging tot natuurlijke conceptie zonder spontane zwangerschap tot gevolg. Bloedonderzoek wijst uit dat de waardes van AMH, estradiol en inhibine B wijzen op een... Het is slecht nieuws, je zegt maar gewoon. Nee. Nee hoor. Uw ovariële reserve die is prima. Die is exceptioneel zelfs. En uw eierstokken en uw endometrium die zien er ook goed uit. Prima. Nee. Nee, het probleem situeert zich bij meneer. We hebben uw staal geanalyseerd en we hebben oligo-asteno-tirato-zoospermie vastgesteld. Kort gezegd het OWAT-syndroom. OWAT. Ja. Neem met een T. Ja? Dat houdt in dat uw eaculaat een zeer laag aantal bewegelijke zaadcellen bevat. Zo'n, 10 miljoen per milliliter. 10 miljoen? Dat is toch gigantisch? Ik vind dat goed. Bij een normaal eaculaat ligt dat tussen de 25 en de 100 miljoen zaadcellen. En daarnaast heeft een groot aantal van uw zaadcellen een afwijkende vorm. Mag ik eventjes? Kijk. Dit is een normale zaadcel. Ziet u? Deze. We hebben er een hele hoop. En deze vorm. Of zo. Het is eigenlijk fascinerend, hè? Dat er zoveel verschillende soorten afwijkingen bestaan die niet zo goed gaan. Zo goed gaan. Kijk, bij u zit er wel vaak een afwijking in de kop. Maar we hebben even een cellen gevonden met een gemodificeerd acrosoom. Ça va? Ça va. Maar dat was wel even... Als ik dan weer door kan? Ja. Ja? Dit heeft zeker wel invloed op de spermakwaliteit, maar er zijn ook andere opties. En bovendien komt het wel vaker voor, hoor. Misvormde zaadcellen. Het flauwvallen wat minder frequent.
Neemt u gerust een snoepje om uw bloedspiegel weer terug in balans te brengen. Daarvoor staan ze.